Hallo, daar zijn we weer. En nou gaat het even over het verschil tussen jagers-verzamelaars en landbouwers, de eerste landbouwers. Het verschil tussen die twee groepen, dat is zo'n beetje standaard materiaal voor brugklassers bij repetities, maar ook voor examenkandidaten. Dus van de eerste tot en met de laatste klas op de middelbare school word je ermee geziekt. Nou, zelf deel ik die verschillen op in zeg maar vijf groepen. Het eerste zit hem in het eten. Ligt nogal voor de hand. Hè. Jagers, verzamelaars, die jagen. Die zie je rondlopen met dieren die ze gevangen hebben. En die verzamelen, dus die zie je eten van noten, bessen, knollen, wortelen, eieren, schelpdieren, dat soort dingen. Landbouwers, daartegenover, die zie je als ze al vlees zouden eten, zuivelproducten. Dus melken of kazen. Of boter of iets dergelijks, daar zie je ze mee rondlopen. En natuurlijk graanproducten. Dus dan zie je meel of broodachtige dingen. Nou, het tweede punt zit hem in spulletjes die ze met zich meedragen. Jagers-verzamelaars die zie je rondlopen met speren of bogen, pijl en boog. Dat soort spul om mee te jagen. Of met manden. Om alles wat ze verzameld hebben in te bewaren. Landbouwers, die zie je met landbouwgereedschappen rondlopen. Of die lopen naast de kudde schapen of geiten. En ze gebruiken hele grote potten, soms heel groot, van aardewerk, van klei dus. Waar van alles in bewaard wordt. Het derde punt. Jagers-verzamelaars die trekken rond. Die hebben geen vaste woonplaats, dus als je ze ergens ziet overnachten, dan is dat meestal bij eenvoudige hutten. Landbouwers hebben wel vaste woonplaatsen, dus die hebben vaak hele forse, hele stevige, degelijke woningen. Meestal zie je dan ook nog dat er dieren in diezelfde woning verblijven of dat het ook gebruikt wordt als opslagplaats voor voedsel. Ten vierde. Jagers-verzamelaars die kleden zich meestal dan in dierenhuiden. Dus dat is dan leer of in bont. Landbouwers kunnen natuurlijk ook in leer of in bont rondlopen, maar zullen ook al heel snel kleding van wol of katoen of linnen aan hebben. En de laatste in mijn rijtje, dat is dat de jagers-verzamelaars in kleine groepen leven, hooguit enkele tientallen. En landbouwers leven in veel grotere groepen, dat kan al gauw over de 100 zijn. Die leven meer in soort dorpjes. Als je een toets krijgt met dit soort vragen, dan zitten er soms afbeeldingen bij. En een paar tips zijn dus: let even op gereedschappen die mensen vasthouden op zo'n afbeelding. Kijk even of ze iets aan het eten zijn ergens. Kijk of je ergens een broodoven of een pottenbakoven ziet, want dan zijn het natuurlijk ook landbouwers. Kijk of er iemand ergens aan het weven is. Dat zie je soms. Of soms lopen er ergens in een hoekje van die afbeelding twee man met een gevangen dier rond. Nou, dat soort zaken, let daar goed op. En dan kun je altijd onderscheid maken tussen landbouwers aan de ene kant, jagers, verzamelaars aan de andere kant. En de meeste mensen die zo'n ding nakijken, mijn fijne geschiedeniscollega's, die zien graag dat je zoveel mogelijk groepjes ervan maakt. Dus zeg iets over het eten, zeg iets over de kleding, zeg iets over de groepsgrootte, zeg iets over de huizen waarin ze wonen, zeg iets over de gereedschappen die je ziet dat ze bij zich hebben. Daar zou het wel een beetje mee moeten lukken. Dankjewel.